Natuurlijk Visje hier weer en vandaag weer een nieuwe map pack met natuurlijk van de DLC 2 van Advanced Warfare. We gaan spelen op de map Chop Shop en we gaan Hardpoint doen en ik moet dan Mospit playlist gaan doen omdat ik net de Grappling Hook ga spelen. Dat is ook iets wat ze extra hebben erin gebracht. Het is een soort exo, het is een exo ability, hè? Trouwens, exo, ja, het is een exo ability. En voor de gein gaan we dus Hardpoint ook spelen. Ik ga vandaag gewoon even met spelen met de bal. En we gaan kijken of ik wat ga halen. Ik speel gewoon trouwens met support streaks, behalve de Warbird, dat is dan een assault streak. Ja, dat zeg ik hoop ik goed. En dit is dan die ability. Best wel grappig dat ze dat gedaan hebben. Maar ik vind op zich deze map, ja, ik heb hem wel een keer... Deze map vind ik op zich wel, moet ik zeggen, redelijk. Oké, nice. Best wel lastig deze. Oh. Ja. Nice, nice, nice. What the fuck, man? Wat gebeurt er allemaal? Wat een chaos. Maar Hardpoint is op zich wel een leuke game mode eigenlijk. En nee, dit is what the fuck, man? What the fuck, man? Holy shit. Oh, en je gaat ook automatisch nu dit indrukken. Want ik heb normaal ook een exo ability die ik altijd gebruik. Maar... voor mij. En die gasten weten al die hardpoints al. Come on. Gelukkig maar dat ik met support streak speel. Want met assault streak zal ik het ook niet halen hoor. Dit daar. Jezus mensen. Nou, ik zal het zien. Zijn eigenlijk echt die mappen die uit zijn gekomen op die map. Op die DLC. Zijn eigenlijk alleen maar leuk. Op game modes zoals Domination en Hardpoint. Hardpoint, tenminste Domination, Hardpoint. Misschien wel Capture the Flag, ik weet het allemaal niet of dat al wel leuk is erop. Maar Team Deathmatch is gewoon eigenlijk, kan je wel vertellen, gewoon een klote game mode. Dit was geel. Sta ik al min? Ja, ik sta min. Oh. Oké. Okay. Oké, okay, nice. Nice, nice, nice. Laat hem maar gaan, laat hem maar gaan, laat hem maar gaan. Ik ga lekker even hier naartoe. Kijken wie hier zit. Oh, nice. Oh, jammer, 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 jammer. Care package launch. Ik speel natuurlijk gewoon met experts met support streaks, aangezien ik deze nog niet ken. Zo te zien hebben we zo'n speciale turret gekregen, die je alleen op deze map kan krijgen, geloof ik. Ja. Ik ben even kwijt iets. Oh my god, oh my god. Oh, hey, hey, hey. Oh, what the fuck, man. Zag je die grappling hook ging helemaal weg. What the fuck. Grappig. Oh, nee. Spawn dood. Oh, oh, eigenlijk bijna weer. Zo te zien, spawn dood, maar ja. Oei, oei. Kom maar. Kut. Dit is wel slecht, ja. Dit kan je veel dingen de schuld geven, maar je kan ook gewoon jezelf de schuld geven. Kijk, carry. En dan moet ik eigenlijk even die turret zo neerzetten. Yes. Ja. Oké. Okay. Yep.
Nice. Nou, zoveel kills heb ik dus pas met de bal. Zoals je kan zien. Niet heel veel. Jezus! Ik krijg allemaal hitmarkers. Oh my god. Maar wel voor, echt voor hardpoint is deze map goed ingedeeld eigenlijk. Ik speel deze een keertje op TDM. En toen dacht ik echt van, what the fuck is dit dan weer voor map, weet je? Dat is helemaal niet... Oh! Nee, je ziet. Dat is helemaal niet zo'n leuke map, weet je, dit dan. Maar qua... hoe moet ik zeggen? Qua hardpoint is dat ding wel leuk dus. Dus dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dat ze qua competitive gebeuren, wordt het alles wel goed ingesteld, zeg maar. Dat het gewoon, dat je gewoon, ja, leuke dingen krijgt. Leuke mappen. Voor competitive gebeuren. Oh, dat deed hij wel goed hoor, die gast. Die jumpte naar binnen en killde hem meteen, ja. Oké. Nice. Kutje. Ja. Oké. Ah, achter me weer. 12-12. Yes, nice. Nou, in ieder geval is Sissy weer. Dat ook allemaal mee. Alle XP'tje tellen mee. Dat deed hij goed inderdaad. Jezus mensen. Nou, even kijken of ik een leuke care pack weer krijg. Ik heb die een speciale care pack dus al gekregen. Kijk dan weer. Missile strike. Oké, even kijken. Toch nog één killetje even meegepakt. Hardpoint gaat natuurlijk tot 250 punten. Of... het moet eerder afgelopen zijn. Hé? Wow. Eentje lekt er een beetje. Oh, nee. Weer achter me. Ik heb er al een beetje pech mee met de spons. Even kijken. Waar zitten ze? Hardpoint locked down. Friendly UAV above. Waar zitten ze dan? Nee, kom op dan. Ho. Oké. Near dead kill. Kijken of hier een beetje verdedigen. Kom maar. We're winning. En ik denk dat ze aan de andere kant spawnen. Oh my god. Ga ik los? Nee hoor. Nee. Nee. Ik ga... redelijk goed. Even kijken. Nou, we gaan gewoon dik winnen, jongens. Dit is gewoon prima. Nou, je ziet het, hoe deze map in elkaar zit. Het is op zich hartstikke leuk bedacht en... fuck. Ja. Je moet hem ook zelf spelen natuurlijk. Even kijken. Nog 12 puntjes en dan is het alweer afgelopen. Nou. En weer dood. Het is gewoon belangrijk dat je gewoon je looproutes gaat weten hier. Maar ja. Ze willen natuurlijk de wedstrijd wat rekken. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon die laatste paar puntjes pakken. Want ja. Dat is natuurlijk gewoon meer dan genoeg. Ja toch? Lekker kort potje.
2 caps, 2018. Ja, het is hardpoint natuurlijk. Het doel is gewoon winnen. Ja, toch? Zo is het ook bij competitive. Dus ik hoop toch dat jullie het leuk vonden. Op zich wel grappig dat ze die grapple motor in hebben gedaan. Je hebt natuurlijk ook gewoon, hè, dat je gewoon bijvoorbeeld Link kan spelen. Of met, of weet ik veel. Je kan in ieder geval alles spelen in deze game. Hier, hardpoint. Oh, nou, toevallig weer hardpoint. Maar dat is altijd zo. Maar je kan ook verschillende andere game modes natuurlijk spelen ermee. Wil je het een keer uittesten? Je vindt het in ieder geval onder Find Game en dan standaard playlist. En dan staat hier, tenminste de Ascendance playlist, en dan staat het hieronder. Ik zou zeggen, jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Bye bye.